Yo gasten van AlmosNormNL, mijn naam is Barend en welkom bij weer een gloednieuwe video op mijn kanaal. Zoals je kan zien gaan we vandaag weer een gekke fingerboard video maken. Vandaag hebben we niet zomaar een video, vandaag hebben we een video over hoe ga je beter worden. Hey, gozer! Hey! Yo, gast! Leuk dat ik je zie toevallig. Ik was gisteren bier aan het drinken met Ricardo. En we kwamen erachter dat we alle twee wel een beetje een affiniteit hadden in fingerboarden. Oké. Maar we kwamen alle twee tot de beschikking dat we eigenlijk helemaal niet het boordje de lucht in kregen. Dus ik wilde vragen aan jou van... Hé, hey, ik kan ermee racen en rijden en lopen en zo, maar de lucht in krijgen. Een ollie? Wie is ollie? Nee, ik ken wel een Hugo, maar ollie ken ik niet. Nee, een ollie is dat je een jump maakt met je board. Oh, zou je het mij dan willen uitleggen? Dan gaan we dat... Nee, ja, dat wilde ik dus net gaan uitleggen, maar... Gaan we dat gebruiken, ja. Ga ik het nu doen, ja? Nee, doe je ding, kerel. Alright, nou, zoals hij dus al vertelde, hij wil weten hoe je een ollie doet. En nu heb ik ook wat video's gezien op internet van hoe doe je een ollie. Maar heb ik eigenlijk geen goede Nederlandse tutorial gezien. Dus vandaag ga ik samen met jullie doornemen over hoe doe je nou de perfecte ollie. Hoe krijg je het voor elkaar dat je boordje goed de lucht in gaat. Aangezien je de ollie voor alles nodig hebt. Voor elk trucje dan ook. Voor een ledge, voor een rails, voor een kickflip, voor whatever. Je hebt overal een ollie voor nodig om erop te komen en om eraf te gaan. Ja, heel veel mensen vinden het een hele moeilijke truc. Dat snap ik. Dit is misschien ook wel het moeilijkste om te leren. Omdat je moet er echt het gevoel voor krijgen. En een maatje van mij, Matthijs, die jullie hebben gezien in de halfpipe video. Die kon het ook niet. Die kwam niet verder dan dit. Dit is wat heel veel mensen doen. Op deze manier. Of ze doen dit. Of ze doen helemaal dit. Ik ga jullie in een paar stappen leren hoe je dit goed kan doen. En hoe je het ook goed kan leren. Ik heb een paar tips, maar daar kom ik zo op. De ollie is eigenlijk heel simpel. Ik ga even iets inzoomen. Ik ga hem even iets verzetten, zodat jullie het net wat beter kunnen zien. De ollie is eigenlijk vrij simpel. Wat je doet, is je doet dit. En dan doe je dit. En dan doe je dat. Nou, dat is super, super goed uitgelegd, Barend. Hey, super nice. Voordat we de truc gaan doen, is het belangrijk dat je weet waar je je vingers moet hebben staan. Het kan zo. Het kan zo, het kan zo, het kan zo, het kan allemaal. Maar hoe wij eigenlijk, net als op een echt skateboard, als je aan het skaten bent, ben je ongeveer zo aan het skaten. En dan zet je je vinger of je voet dan met skateboarden zet je erachter. Met fingerboarden wil je het beste met twee vingers doen. Nu ben ik begonnen met drie vingers, omdat het makkelijker is. Omdat je hem eigenlijk een beetje zo kan haken. Waardoor het makkelijker is om, ik vind het nu echt kut, maar... Omdat het dan makkelijker is om hem, zeg maar, de lucht in te krijgen. Dat kan je misschien ook oefenen. Hoe ik het ga uitleggen en hoe je het beste ook kan doen, is door je vingers op deze manier op je bordje te zetten. Zet eentje op de til en eentje in het midden. Probeer met de puntjes van je vingers te doen en niet helemaal er zo overheen. Of helemaal zo, dat is ook natuurlijk niet. Probeer hem gewoon netjes in het midden, netjes met de puntjes van je vingers te doen. Wat zijn de stappen? We doen het in drie stappen. Het is heel simpel. De eerste stap is dit. Maar nu heb ik mijn trucks nog op de grond. En mijn vinger en de til ook. Dit is natuurlijk niet wat je wil. Want als ik dit doe, dan gebeurt alleen dit. Dit is wat er gebeurt. Wat je wilt doen voor een ollie en om hem de lucht in te krijgen, is dat je hem popt. Dat hij loskomt. Dat de truck loskomt van de grond. Zodra de truck loskomt van de grond, kan je hem namelijk de volgende stap gaan doen. We gaan eerst los van de grond. Zorg dat hij er overheen komt. Wat je ook kan proberen als het moeilijk is. Zoals je kan zien, bij mij gaat het al aardig oké. Als het niet goed lukt, probeer hem dan te ver te doen. Probeer het te ver te doen dat hij er te erg overheen komt. Het maakt niet uit hoe ver. Als je dit gewoon een paar keer probeert. En dat dit gewoon een aantal keer goed gaat. Dan kan je door naar de tweede stap. De tweede stap is zodra dat je truck los is van de grond. Wat je dan doet is je vingers staan nog steeds op dezelfde positie als de eerste positie. Wat je dan doet is je schuift deze naar voren. Waardoor er dit gebeurt. Omdat het boordje wil natuurlijk weer naar beneden. Want zwaartekracht. En omdat je dan naar voren gaat, gaat de voorkant weer naar beneden. Het enige wat je dan nog hoeft te doen is hem op te vangen en klaar is Kees. Heel simpel. Dus stap 1, hop. De truck van de grond af. Stap 2.
je vingers meenemen waardoor het boordje zo gaat. En stap 3 is hem landen. Probeer het landen gewoon netjes je vingers in het midden van het boordje te houden. Het kan zijn dat je iets naar voren landt. Kan zijn dat je iets naar achter landt. Dat is oké, als je hem maar netjes landt. Wat mij nog best wel vaak gebeurt, is dat er dit gebeurt. Dat ik dit doe, dat hij niet meegaat. Dat komt dan omdat ik de vingers niet goed meeneem. Of als ik het wel doe, maar zoals je kan zien, dan vliegt hij weg. Wat gebeurt er dan, is dat kom ik los van het bordje. Ik heb hier nog geen liggen. Maakt namelijk ook niet uit met wat voor bordje het doet. Het is allemaal hetzelfde. Als ik mijn vingers niet netjes in het midden heb en ik heb hem iets aan de zijkant. Als ik het deze kant op doe, dan maak je bijvoorbeeld de kickflip. Of dan gaat hij de kickflip maken. Betekent niet dat je hem maakt, helaas. Of je doet hem iets te ver zo. Dan gebeurt er allemaal shit met je bordje. En je middelvinger, als je daar niet netjes mee meegaat, gaat hij alle kanten op. Waardoor je hem ook, zeg maar, kan bewegen op deze manier. Trouwens ook zo, maar dat is moeilijker. Dus dat is zeg maar hetgene wat nog best wel fout kan gaan aan een ollie. De ollie heb je voor alle trucjes nodig. Bijvoorbeeld voor een kickflip. Die ben ik momenteel ook echt aan het oefenen. Ik oefen ongeveer een kwartiertje tot een half uur per dag. Omdat ik wil gewoon beter worden. En net als met een instrument leren, moet je het gewoon oefenen. En ook nu... deze raakt dan heel nice. Maar vaak gaat het nog steeds mis. Of dit gebeurt er. Dan geef ik niet te veel druk met mijn middelvinger. En ja, zo blijf ik gewoon bezig, zo blijf ik oefenen. Gooi ik af en toe een ander trucje, probeer ik een treeflip. Dat gaat nu even niet goed, maar whatever. En zo ben ik bezig door elke dag weer andere trucjes te doen, door het ook weer beter te leren. Maar meestal, als ik even wil opwarmen, doe ik gewoon een aantal ollies, want dan weet ik, dan heb ik gewoon het boordje onder controle. Dat is ook het beste om het uit te leggen. Je probeer gewoon je board onder controle te houden. Wil het dan nog steeds niet lukken en je probeert het elke dag en het gaat nog steeds kut, heb ik nog een tip voor je. Pak iets van een ledge. Dit is dan een Black River box. Maar je kan ook gewoon een boek pakken of whatever. Wat je dan doet is je gaat er vanaf. Heel simpel. Maar gooi dan je voorkant iets naar boven. Waardoor je hem uiteindelijk zo landt. Als je dat dan gewoon een paar keer doet zo. Dan doe je wat meer grip geven. Dan gaat hij op een gegeven moment gaat het goed. Kijk dan naar de andere kant. En probeer hem daar eens op te krijgen. Maar deze beweging die ik nu maak. Ik spring niet. Maar deze beweging. Dat zorgt ervoor dat als ik dan denk van. Hé, als ik het zo doe. Kan het ook. Dus het is een beetje het oefenen. Van je hand op deze manier te bewegen. Want het is niet echt een natuurlijke manier van je hand te gebruiken. Je kan door die manier toe te voegen, door gewoon vaak zo te gaan, kan je door dit te leren, zeg maar, deze beweging, omdat je dat dan doet, en omdat je hem dan weer zo, je moet de voorkant moet je ook erop tillen, dus dan doe je ook gelijk de tweede beweging van de ollie. Oh, zo. Krijg je het makkelijker voor elkaar om hem gewoon netjes te landen. Dus dat is eigenlijk hoe je gewoon een ollie doet. Als ik maatjes zeg maar mijn bordje geef, zie ik gewoon dat ze dit doen. Dus ze vergeten het kickgedeelte. Het moment van dat de truck losgaat van de grond. Dat is hetgene waar mensen de fout in gaan. Waar mensen dus steeds niet hetgene doen wat ze moeten doen eigenlijk om de ollie goed uit te voeren. Dus probeer daar gewoon rekening mee te houden. Ik hoop dat mijn tutorial een beetje zin heeft gehad. En ik hoop dat jij binnenkort ook de ollie kan. Hey gozer, ben je er? Oh, hij is weg. Nu hoop ik dat hij heeft opgelet. Ik hoop dat jullie de video in ieder geval leuk vonden. En ik zie jullie graag weer bij de volgende video. Mocht jij nog een tip hebben voor mij om deze video's beter te maken. Of een tip over, hey Barend, kan je daar een video over maken? Misschien over fingerboarden, misschien over iets compleet anders. Dat mag ook natuurlijk. Dankjewel voor het kijken. Ik wens jullie een fijn weekend, want het is vrijdag. Maar als ik deze upload is het zondag. Ik wens jullie een fijne week. En ik zie jullie de volgende keer weer. Thanks voor het kijken en... Tjallas. Hey gozer, het is gelukt. Ik heb er gewoon de lucht in gekregen. Ik kan professioneel fingerboarden worden nu. Dankjewel, man. Hey, thanks dat ik eindelijk heb geleerd hoe ik dat moet doen. Dank je. Ik ga verder fingerboarden. Hey, later.